Vandaag ben ik in Den Haag op de plek waar alle verkiezingsmaterialen opgeslagen staan. Het is een enorme logistieke operatie om dit allemaal te organiseren. Meer dan 276 stembureaus, 540.000 rode potloodjes bijvoorbeeld, 1080 stemhokjes die overal moeten worden bezorgd. Het is echt een mega operatie. En daarnaast maakt de gemeente Den Haag, net zoals heel veel andere gemeenten, ook echt werk van het toegankelijk maken van de stemlokalen. Dat doen zij met mensen die slechtziend zijn en die kijken wat goed werkt. En je ziet daar dat daar hele mooie creatieve oplossingen uit voortkomen. Voor verkiezingen zijn de vrijwilligers op de stembureaus enorm belangrijk. En natuurlijk hebben we nu zeker ook gewoon mensen op de reservelijst nodig. Dus wil je nog bijdragen aan de verkiezingen, meld je aan voor de reservelijst. En daarnaast ga stemmen, want elke stem telt.